Wat leuk dat jullie weer kijken. We gaan vandaag beginnen met een deken te maken. Een deken die wel geteld 2 toeren herhaling heeft. Dus dat moet wel te doen zijn, denk ik. Tevens heb ik een diagrampatroon ontwikkeld die via de link hier onderin te vinden is. Dan word je doorgeleid naar mijn blogpost als je op de link klikt. En daarin kan je het patroon downloaden. Het is een diagrampatroon en geen geschreven patroon. Let goed op de steken die gevraagd wordt te haken. En neem deze tutorial erbij. Op die manier kan je ook leren hoe je een diagrampatroon moet lezen. 2 vliegen in 1 klap. Je kan dus alle garens gebruiken die je in huis hebt. Of het nou een kolencrafter is, een softfun, een stonewashed garen. Een garen van andere merken zoals van de winkel Zeeman. We hebben Royal garen of we hebben Promo garen. Die bij de XXL winkels te krijgen zijn. Of bijvoorbeeld van de Vibra, de Saskia garens. Of je gaat voor gemêleerde garens. Maar zorg ervoor dat garen ongeveer dezelfde dikte heeft aan elkaar. Dus als je verschillende soorten garens gebruikt, zorg ervoor dat het allemaal dezelfde draaddikte is. We gaan de deken haken met een 4 mm haaknaald. Als jij dikke garen hebt, moet je dus je haaknaald daarop aanpassen. Zorg ervoor dat je los kan haken. Dus als je 3 mm, 3,5 mm advies garen hebt, dus advies haaknaald hebt wat op de label staat, ga naar 4 mm haaknaald, dan zit je altijd goed. Ik ga vandaag het kleine stukje haken met softfun. En we starten met een meervoud op te zetten van 5 lossen. Doe die 5 lossen losjes haken, want we moeten in de achterkant van de ketting de steken gaan oppakken. Dus haak ze losjes, anders komen we er heel moeilijk in. Dus 1, dus nummer 2, nummer 3, 4, 5. In een meervoud van 5. Nou, als je de deken nu nog niet groot genoeg vindt, haak je er nog 5 bij. 1, 2, 3, 4, 5. Nog niet groot genoeg, haak je er nog eens 5 bij. 1, 2, 3, 4, 5. Dus je blijft doorgaan met 5 lossen te haken tot je de breedte hebt bereikt van de deken. Houd er rekening mee, er komt nog een afwerkrand omheen. Dus als je deken iets smaller is dan het uiteindelijke formaat wat jij wenst te creëren, dan kan je de rest altijd opvullen met de rand die we rondom gaan haken. Wat we nu gaan doen, is de basis leggen voor de toeren die we hierna gaan maken. We gaan starten met een vaste haken in alle steken vanaf de tweede lus vanaf de naald. Dus die eerste sla je over, je draait het werk even om. Dan zie je allemaal van die kleine dwarsbalkjes. In die kleine dwarsbalkjes ga je haken. Dus je slaat de eerste over en in de tweede haak je een vaste. Dat is nummer 1. En zo ga je door in alle resterende steken. Wat je dan uiteindelijk hebt, is een meervoud van 5 plus 4 vaste. Als jij nou niet wil haken met een losse ketting, maar je wilt haken met een ketting van vaste opzetten, dan zet je dus niet een meervoud van 5 op, maar een meervoud van 5 plus 4. Dus je moet er nog 4 aan toevoegen aan jouw meervoud van 5. Haak jij met een losse ketting, haak je een meervoud van 5 lossen op. Tot je de breedte hebt bereikt van de deken die je uiteindelijk wenst te creëren. Nou, ik ben bijna aan het einde. Elke toer starten we met 2 vasten en eindigen we met 2 vasten. Dus in 2 steken ieder 1 vaste. In het begin en aan het eind. Dat is voor alle toeren gelijk. Nu heb ik dus in elke steek 1 vaste gehaakt. Nu gaan we 1 losse haken en het werken draaien. Houd rekening mee dat de eerste kleur waarmee je start tevens de hoofdkleur gaat zijn voor je hele deken. Dus daarmee ga je ook uiteindelijk de complete rand omheen haken. Dus daar zul je het in alle tijden meer van moeten hebben. Als je nou met restjes werkt, zorg ervoor dat je 1 bol hebt waarvan je zegt van goed, daar heb ik voldoende van. Bijvoorbeeld 2 bollen Royal of 2 bollen kolencrafter. Houd die dan voor je basiskleur aan, want daar komt nog een hele rand omheen en dat zal best een metervreter zijn. Dus probeer in ieder geval 1 basiskleur te nemen en de rest kan je allemaal restjes gebruiken indien je dat wilt gaan doen. Dat is op zich wel gaaf met dit patroon. Dus zoals net gezegd, in de eerste 2 vaste haken in de vaste en in de laatste 2 haken in de vaste. Ik ga nu in ieder geval even deze ene toer nog doorhaken met vaste steken, zodat ik een goede stevige basis heb om de herhalingen te gaan doen. Anders wordt het nogal
priegelen in de eerste tour straks om daarin je steken op te gaan pakken. Want we gaan niet in de tour eronder, maar daaronder gaan wij het motief inmaken als in feite. Goed, ik ben aan het einde gekomen. Eén losse werk draaien. Nu gaan we de basis leggen voor het hele patroon. De basis. Dus eerst twee steken je vaste. Zoals ik al in het begin uitgelegd heb. Nu in de volgende twee steken haak je ook weer ieders één vaste. 1, 2. Volgende een losse steek overslaan. En in de volgende twee een vaste. Dat is te herhalen voor deze toer. Dus in de volgende twee steken een vaste. 1, 2. Eén losse, één steek overslaan. En in de volgende twee een vaste. Dat is de herhaling die je gaat herhalen door de hele toer heen. Dan zul je zien dat je aan het einde van de rit nog twee vaste over hebt. Daarin, zoals eerder aangegeven, haak je ieders één vaste. Dus je eindigt met twee vaste in het begin, aan het einde van de toer en je haakt twee vaste in het begin van de toer. Vanaf nu gaan we starten met de eerste toer herhaling. Dus 1 en 2. Toerherhaling 1 en toerherhaling nummer 2. Dit om zo de kleurwissels ook goed in je werk te kunnen krijgen. Een toer 1 en een toer 2 doe je in één kleur. Daarna ga je door naar je volgende kleur. Haak je weer toer 1 en toer 2 in die ene kleur. En dan ga je weer door naar je volgende kleur. We starten nu dus weer met één vaste in de eerste twee steken. Dus de eerste vaste en de tweede vaste. Nu gaan wij een dubbel stokje haken in de vaste onder de losse ruimte. Hier heb je de losse ruimte en hier is die vaste. Die vaste, daar moeten we in haken. Maar we wippen eigenlijk als het ware die vaste naar voren toe. En we leggen die losse naar achter de naald door. Dus we gaan niet eromheen haken. Middels een dubbel stokje. Dus wat je eigenlijk doet is als volgt. Je pakt je haaknaald. En je pakt die vaste op naar voren. En je legt die losse achter je werk langs. En hierin ga jij je dubbele stok haken. Dus een dubbel stok. Draad twee keer om de naald te slaan en je springt over naar die ene vaste onder die losse ruimte, zoals ik net gezegd heb. En je haalt het steekje naar voren. Je legt die losse achter je werk langs, je legt de draad om je naald en je haalt de lus, draad door de lus heen. Heb je vier lussen als het ware op je naald, dan ga je draad omslaan en haal je hem door twee lussen. Nog een keer draad omslaan door twee lussen en nog een keer draad omslaan door twee lussen. Nu heb je één steek gehaakt. En dat betekent dat je die ene steek op dat werk van jouw voorgaande toer niet gaat haken. Want die heb je nu al gehaakt. Dus je kijkt. Hier heb ik een steek gehaakt. Dat is mijn vaste. Dit is mijn dubbele stok. Dus dat geldt voor deze steek hier. Die steek die sla je over. En in de volgende drie steken haak je ieders één vaste. Dus dat is de vaste naast de losse ruimte van de voorgaande toer. Hier. Daar haak je de vaste in. Je haakt een vaste in de losse ruimte. En je haakt een vaste in de vaste na de losse ruimte. Nu heb je drie vasten gehaakt in de rij. Dan ga je draad twee keer omslaan. Dan ga je terug naar die ene plek waar jij het dubbele stokje in gehaakt hebt. Dus die vaste onder die losse ruimte. En wat je eigenlijk doet is, je schept diezelfde steek weer op je naald. Dus wat ik altijd doe is, ik leg eigenlijk mijn naald van boven naar onder en ik schep als het ware de steek naar me toe. Dan weet je zeker dat die naar achter zit en jij daadwerkelijk in die vaste zit onder de losse ruimte. Maar met het draad twee keer om te slaan, want we moeten een dubbel stokje haken in die vaste. Nou, heb ik hem te pakken, draad omslaan, doorhalen, draad omslaan. Gaan we weer door twee lussen. Draad omslaan door twee lussen. Draad omslaan door twee lussen. En om het motief door te laten lopen gaan we nu gelijk door naar de volgende vaste onder de volgende losse ruimte. Dus als hier. Daar gaan we direct weer op dezelfde manier als we de eerste dubbelstok hebben gehaakt. Een dubbelstokje in haken. Dus je schept weer als het ware die vaste op. Je zorgt ervoor dat je draad twee keer om je naald hebt geslagen. Je slaat het draad om en haalt hem door die vaste heen. Draad omslaan door twee lussen. Draad omslaan door twee lussen. Draad omslaan door twee lussen. Je hebt nu dus twee dubbele stokjes geraakt. Dat betekent ook dat wij in de voorgaande toer twee steken gaan overslaan. Dus 1 en 2. En in de volgende steek haak je een vaste. Dat is dus een vaste naast de losse ruimte van de voorgaande toer.
Daarin maak je een vaste. Je maakt een vaste in de losse ruimte. En een vaste in de volgende vaste. Die zit naast de losse ruimte. En om net als in het begin de toer af te ronden met een stokje die kant op, gaan we daar weer een dubbel stokje in haken. Dus in diezelfde waar we net het laatste deel van de dubbel stok hebben gehaakt. Dus in deze steek. Dus in diezelfde vaste. Daarin maak je een dubbel stokje. Nu hebben we in plaats van twee dubbele stokjes eentje gehaakt. Dus slaan we ook maar één steek over van de voorgaande toer. En dat betekent dat we daarna nog twee steken overhouden. En dat zijn de laatste twee vaste in de toer. Dus nummer 1 en nummer 2. 1 lossen en we draaien het werk. En nu gaan we starten met de tweede herhaaltoer van dit patroon. In de eerste twee steken haak je één vaste. Zoals in alle toeren. Nu in de volgende twee steken gaan vast, want dat is tevens herhaald. Dus twee vaste op rij. 1 en nummer 2. 1 lossen. 1 steek overslaan. En in de volgende twee weer een vaste. Dan gaan we weer herhalen. In de volgende twee steken een vaste. 1 en nummer 2. 1 lossen. 1 steek overslaan. En in de volgende twee een vaste. Dan blijf je herhalen tot het einde van de toer. En dan zul je zien dat je nog twee steken over hebt. En dan haak je weer een vaste in. Nu zijn de twee toeren herhaling gedaan. Dus toer 1 is met de veetjes haken. En toer 2 is de basisleg om de veetjes te kunnen haken. Maar omdat we natuurlijk met kleurwissel gaan werken, is nu het punt aangebroken dat wij een nieuwe kleur gaan aanhechten. Wat je doet, voordat je je laatste vaste definitief afrondt, door het draad op een lus om de naald heen te leggen en door te halen, laat je even die twee lussen op je naald rusten. Je legt je nieuwe kleur, leg je een lusje in aan. En dat lusje haal je door die twee lossen heen. Dus die twee lussen heen. Dan maak je één los en die trek je een beetje aan en dan zit die vast. Als je nou met drie kleurenwissels werkt, kan je gewoon de draad laten. Elke keer als je weet dat je die kleur weer op moet pakken, kan je draad weer erbij pakken. Dus je hoeft het nu niet af te knippen, dus scheelt een hele hoop afwerken, straks met draadjes wegwerken. Wat we nu gaan doen is gewoon gelijk starten met die eerste herhaaltoer. Dus weer in de eerste twee steken een vaste. Dat is nummer 1 en nummer 2. En dan gaan we starten met de dubbele stokjes te haken in de vaste onder de losse ruimte. Aangezien we net die losse ruimte toer gemaakt hebben, zit daaronder direct die vaste. Nou, daarin maak je weer je dubbele stokje. Die wijst naar rechts. Als die naar links wijst, dan weet je zeker dat je de volgende ook erbij moet gaan pakken. Wijst die naar rechts, is een starter. Aan het einde maak je eentje naar links. Die ene staat voor één steek, dus die ene steek die slaan we ook over van de voorgaande toer. En in de volgende drie steken haak je een vaste. Dus één vaste voor de losse ruimte. Één vaste in de losse ruimte. En één vaste na de losse ruimte. Nu moeten we het stokje naar links laten wijzen. Dus gaan we terug met dubbel twee keer omslaan en gaan we terug naar diezelfde vaste. En in diezelfde vaste maak je weer een dubbel stokje. Dus twee keer omslaan en drie keer door twee lussen halen. 1, nummer 2 en nummer 3. Dan sla je draad twee keer om en dan ga je direct naar de volgende losse ruimte op zoek. Die is hier. En daarin maak je ook een dubbel stokje, want we willen het stokje direct naar links laten wijzen. Dus hetzelfde als de voorgaande eerste herhaaltoer, doe je dat nu weer. Alleen, je hebt nu een andere kleur te pakken. Je hebt nu twee dubbele stokjes gehaakt, dus laat ook twee steken over van je voorgaande toer. En in de volgende drie ga ik je weer een vaste. Dus dat is één vaste voor de losse ruimte, één vaste in de losse ruimte en één vaste na de losse ruimte. Dat is dus het deel wat je gaat herhalen. Dus je gaat nu weer een stokje terug naar de basis en een stokje eentje verderop plaatsen, een dubbel stokje. Als je dat gedaan hebt, ben je aan het einde van de toer en dan moet je nog één dubbel stokje haken die naar links wijst. Haak je twee keer, sluit draad twee keer om en dan ga je terug naar jouw vaste waar je net je laatste dubbele stok in gehaakt hebt. En daar haak je alsnog je laatste dubbele stok in van deze toer. Sla je één steek over en dan zul je zien dat je nog twee steken over hebt. En in die laatste twee steken haak je één vaste.
Dat is dus de eerste herhaaltoer, maar in de tweede kleur. Nu gaan we de tweede herhaaltoer doen in diezelfde tweede kleur. In de eerste twee steek haak je dus één vaste. Dat is nummer 1 en dat is nummer 2. Nu, in de volgende twee steek, want dit is nu de herhaling, volgende twee steken haak je één vaste. Dus twee vaste op een rij. 1 losse, 1 steek overslaan en in de volgende twee steken 1 vaste. En dat ga je herhalen. Dus in de volgende twee steken een vaste. Dus nummer 1 en nummer 2. 1 losse, 1 steek overslaan en in de volgende twee steken weer ieders 1 vaste. Dat blijf je herhalen tot einde toer en dan zul je zien dat je nog 2 steken over hebt. Nummer 1 en nummer 2. Nu is het punt aangebroken dat je weer een kleurwissel kan doen. Ik ga voor de verandering 1 keer een kleurwissel met jullie doen. Dus ik heb nu een kleur donkerblauw te pakken. Leg een lus op de naald. En daarmee rond ik de laatste vaste af. Ik leg 1 losse aan en trek die goed aan zodat die steek vast zit. En nu ga ik de eerste herhaaltoer weer halen. Dat is met de dubbele stokjes toer. Dus in de eerste twee steken weer ieders een vaste. En dan ga ik door naar die vaste onder de losse ruimte en daarin maak ik een dubbel stokje. Dan sla ik 1 steek over van de voorgaande toer en in de volgende 3 steken haak ik weer ieders 1 vaste. Dan sla ik 2 keer om, ga ik terug naar die vaste onderin de losse ruimte. Daarin maak ik een dubbel stokje. En dan zie je dat ik iets te strak aan het haken ben. Dan wordt het gelijk wat moeilijker om je naald in te steken. Dus probeer echt die losse intensiteit te behouden met haken. Heb ik dat dubbele stokje gehaakt, ga ik door naar de volgende losse ruimte. En daaronder in die vaste, daarin maak ik mijn volgende dubbele stok. Nu heb ik 2 gemaakt. Sla ik ook daadwerkelijk 2 steken van de voorgaande toer over. En in de volgende 3 haak ik ieders een vaste. Dat is de herhaling die je gaat herhalen tot je aan het einde bent aangekomen dat je nog 3 steken over hebt. Dan maak je 1 dubbel stokje in diezelfde ruimte waar je net al je laatste dubbel stok in gehaakt hebt. Daarin maak je het dubbele stokje. Dan sla je 1 steek over en in de laatste 2 steken haak je ieders 1 vaste. 1 en nummer 2. Dat is de eerste herhaaltoer met de derde kleur. Dan gaan we 1 losse haken, draai het werk om. In de eerste 2 vaste haak je een vaste. Dus dat is herhaaltoer nummer 2 in de derde kleur. En nu gaan we de toer herhalen. 1, 2 vaste. 1 losse, 1 steek overslaan. En in de volgende 2 steken ieders 1 vaste. En weer herhalen. Dus in de volgende 2 steken 1 vaste, 1 losse, 1 steek overslaan en in de volgende 2 steken weer dus 1 vaste. Dat herhaal je tot einde toer en dan heb je nog 2 steken over en in die laatste 2 steken haak je ieders 1 vaste. Nu ben ik aan het einde gekomen en kan ik hem afronden of ik zeg ik ga door met mijn volgende kleur en die pak je erbij. Nou. Zo kan je doorgaan en kiezen wat jij wenst. Ik ga nu even terug naar mijn basiskleur op te pakken, hè, dat roestkleurtje. Dus ik rond deze toer ook af met roestkleur. Ik leg dus de kleur die ik nodig heb voor mijn werk langs en de oude kleuren achter mijn werk langs. Ik zorg ervoor dat mijn draadspanning gelijk is aan mijn werk. Dus niet zo, maar zo. Ik hou het hier vast en ik haal die lus door. Maak 1 los en trek die een beetje aan. Dan zit die vast. Als ik nu aan die blauwe zou trekken, dan zal je zien dat de spanning hier soepel is. Dat moet je ook hebben, anders dan is er gewoon niet meer in te werken. En nu ga je die eerste toerherhaling weer herhalen. Dus weer 2 vaste en je gaat weer even je dubbele stokjes haken voor en achterlangs. Als je daar nou mee klaar bent en je hebt dus uiteindelijk de lengte bereikt van de hele deken die jij wenst, dan gaan we starten met afronden en beginnen met de rand rondom te maken. De afronden is eigenlijk als volgt. Je zorgt ervoor dat je laatste toer daadwerkelijk ook in je hoofdkleur is. Dus je moet nu nog even
een toer haken met veetjes hier in jouw hoofdkleur. En daarna ga je twee toeren met vaste rond dat gedeelte haken. Dus je gaat heen en weer met de vaste. Dus zo. Dan heb je ook geen toer met gaatjes. Dus je maakt alleen deze toer. Waarin je de dubbele stokjes haakt. Maar de toer terug haak je geen losse ruimtes. Haak je van voor tot aan het einde door met vaste in elke steek. Dus één vaste in alle steken. Nou. Dat doe je voor twee toeren. Dan draai je het werk om en zit je met de goede kant naar je toe. Dan starten we met de afwerking. Je haakt één losse, je blijft de goede kant naar je toe houden. Wat je doet is in alle vier de hoeken haak je drie vaste. 1, 2 en nummer 3. In die middelste steek van de 3, dus de tweede vaste in de hoek, maar plaats je een markeerder of een draadje. Als je ervaren genoeg bent, kan je het ook zo laten, maar dan moet je onthouden dat je in die middelste steek van de 3, dus in de tweede vaste in de hoek, daarin blijf je meerdere met 3 vaste. Dus elke keer in die middelste van de 3 haak je 3 vaste. Nou, elke kleur heeft 2 toeren, dus ook per toer haak je 1 vast. Dus per kleur heb je ook uiteindelijk 2 vast op de rand. En zo ga je rustig aan kijken waar kan ik mijn naald plaatsen en daarin plaats je een vaste. Dus per kleur dat je tegenkomt, zal je 2 vaste plaatsen. Zo ga je in elke hoek 3 vaste maken. En langs de kantjes af haak je 1 vaste per toer dat je tegenkomt. Nou, ik ben hier aangekomen bij de kettingtoer, hè, waar we mee gestart zijn. En doordat ik die kettingtoer los heb opgezet, kan ik daar vrij makkelijk onderdoor steken met mijn haaknaald. Ik heb daar dus inmiddels 3 vaste in de hoek gehaakt. En dan ga ik langs alle lussen, als het ware, van de ketting waarmee ik gestart ben, een vaste haken. Ik steek ook daadwerkelijk mijn naald onder beide lussen door. Nou, dat gaat allemaal lekker soepel. Ik ben bijna. Oh, die zit wat strakker. Of ik steek hem er verkeerd door, dat zal het zijn. Daarom is het ook belangrijk dat die losse toer met ketting losjes opgezet wordt. En de ene laatste steek. Dan zijn we de laatste steek, dus de hoek. En in de hoek haak je 3 vaste in 1 steek. Dus nummer 1, nummer 2 en nummer 3. Dan plaats je weer een markeerder in de middelste steek. En dan ga je door met vaste te haken tot je terug bent bij de start. Als je nu dus al die kleurwissels hebt, kan je nu dus mooi onder de vaste toer je draadjes weghaken. Dan hoef je dus niks weg te knippen. Oké. Dan ben ik aangekomen bij de hoek. Ik leg even die 2 draden naar onder af, want ik heb natuurlijk maar een paar toertjes gehaakt, dus ik heb niet echt een draad om makkelijk weg te werken nu. In die hoek haak je weer 3 vaste. 1, 2 en nummer 3. En dan ga je door naar waar je gestart bent. En dan laat ik je even zien hoe je in de hoek die 3 vaste maakt. Om zo een mooi punt te creëren. 4 stuks. Zo. Nu zijn we hier aangekomen in de hoek. Wat je doet is, je steekt je naald onder de eerste vaste door en daar maak je een halve vaste in. 1 losse en in diezelfde steek maak je 1 vaste. Nu in de middelste van de 3 haak je 3 vaste. 1, 2 en nummer 3, want dat is de hoek.
En dan ga je door in de resterende steken tot de volgende hoek. Dus die middelste van de drie. Haak je met één vaste door per steek. Dus je hebt een vaste in een vaste, behalve in de middelste van de drie in de hoek. Nou, ik ben er bijna. Zijn we bij de hoek aangekomen? Ik moet nog eentje doen en dat is mijn middelste steek. Dus hier is mijn vaste nog. En deze steek hier, daarin maken we drie vaste. 1, 2 en nummer 3. En dan ga je door langs de andere zijde en dan weer in de hoek. Weer drie vaste, door naar de volgende zijde, helemaal 1 vaste per steek. In de hoek weer 1 vaste haken, 3 vaste haken, enzovoort, enzovoort. En dan zul je zien dat die hoekjes mooi worden. Ik zal nog even deze toer afmaken. En dan haak je een halve vaste in die eerste vaste waarmee je gestart bent. 1 losse en in diezelfde steek start je tevens weer met je nieuwe toer. Dan zie je dat je mooie hoekjes krijgt. Als je nu dus een ander soort patroon wenst rondom, kan je dat doen. Je bent gestart met een meervoud van 5 plus 4. Elke keer komen daar 2 per kant bij. Zo kan je makkelijk voor jezelf uitrekenen hoeveel je meervoud moet zijn voor het patroon dat jij wenst. Het leukste patroon tot nu toe vind ik 5 stokjes in 1 steek, 2 overslaan in de volgende vaste. 2 steken overslaan in de volgende 5 stokjes, 2 steken overslaan in de volgende vaste. In de hoek zorg je dat jij in plaats van 5 stokjes, dat je daar bijvoorbeeld 9 stokjes in hebt, zodat je mooi een hoek kan creëren. Dat is mijn advies. Je kan ook gewoon doorgaan met een x aantal toeren aan vaste en daarmee een stevige basis maken. Voor bijvoorbeeld een stukje popline katoen achter te kunnen stikken of padstof of vlies, wat jouw voorkeur betreft. Ligt maar net aan waar jij het patroon voor en welk doelgroep je hem voor maakt. Dit is een katoen acrylmix en dat is ideaal voor kleintjes. Je kan het makkelijk in de wasmachine doen en in de droger. Ik heb de ervaring mee. Softfun komt prima uit de droger vandaan. Dus mama proof, child proof. Ik hou ervan. Dit is het patroon voor de deken. Via de informatiebox kan je het diagrampatroon downloaden. Op deze manier kan je ook leren om het diagram te lezen door stap voor stap mee te kijken met het tutorial en het diagram ernaast te houden. Je kan natuurlijk voor kiezen voor niet alleen een deken te maken, maar ook een kussensloop of een omhaakte tas. Bijvoorbeeld een jute tas die je bij vele supermarkten kan krijgen. Daar kan je hem ook mee gebruiken, dit patroon, om dat te omhaken. Zorg ervoor dat je een vaste rand dan alleen de bovenkant en de onderkant hebt, zodat je hem vast kan maken aan de tas. Dan hoef je hem niet aan de zijkanten te maken. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze tutorial. Vergeet niet even de abonneerknop in te drukken en het belletje aan te zetten die dan tevoorschijn komt. Zo blijf je in alle tijden op de hoogte op het moment dat ik een nieuw tutorial upload. Krijg jij een melding in je inbox en kan je meehaken. We vinden het ook altijd leuk om je creatie te zien. In de informatiebox vind je tevens de link richting de Facebookgroep, daarin alle creaties geshowt mogen worden. Heb je Instagram, kan je altijd mij hashtaggen door apenstaartje justdesign in te voeren. Dan zie je mij zelf naar voren komen en gebruik dan de hashtag van de deken. Alle informatie is hier onderin te vinden. Ik wens jullie heel veel succes met het haken van deze deken en we zien je graag de volgende.